dat je kijkt. We gaan een Ashtanga yoga les short form doen. De short form van 30 minuten. We nemen wel de zonnegroep mee. Dus in totaal komt dat ongeveer uit op 45 minuten. En natuurlijk ontspanning. Het komt uit het boek van David Swensen, achterkant, voorkant. En ik hou het boek erbij. Dan houden we goed de serie aan. Want ik wil nog wel eens variëren. Oké, gaan we beginnen. Kom je zitten in een houding waarin je prettig zit? Laat je zitbeentjes wegzinken. Duw je schouderbladen in je rug naar elkaar toe. Duw je stuitje omlaag, zodat je je onderrug, je buik en je bekkenbodemspieren samen laten werken. En trek je kin in. Adem in door je neus. Met in gedachten de zo-klank. En adem uit door je neus, je lippen zachtjes en ontspannen op elkaar. Met in gedachten de hamklank. Trek daarbij je navel in en omhoog. Laat los. Je navel beweegt naar voren, eventueel in gedachten de zo-klank. En op een uitademing trek je je navel in en omhoog. Voel ook hoe je bekkenbodemspieren meedoen, Mula Bandha. Uit met een hamklank. Nog één keer in met de zo-klank en dan laat je je buik naar voren bewegen. Duw je navel naar voren. En adem uit. Trek je navel in en omhoog. Met in gedachten de hamklank. En je houdt nu je navel ingetrokken en omhoog. Ook wanneer je weer inademt. Span goed de bandha's aan. Als het de eerste keer is dat je een Ashtanga yoga les doet, kijk dan eigenlijk eerst even liever een andere les. Zodat je even goed die Ujjayi-adem onder controle krijgt. Nog beter is een rustige zinnen-yoga-les. En als je wat langer yoga, power yoga beoefent, span dan goed de bandha's aan en beoefen de Ujjayi-adem. In, door je neus, naar je keel, je hals, je navel hou je ingetrokken en omhoog gelift. En uitademend door je neus met een hamklank. Zo ham betekent ik ben. Het aanspannen van de bekkenbodemspieren, Mula Bandha. Je buikspieren, Uddiyana Bandha. Zorg ervoor dat je je energie bij je houdt. Dat je niet gaat hijgen. Dat je je onderrug beschermt. En goed je buik, je rug en de bekkenbodemspieren samen laat werken. Op de volgende uitademing, als je goed je navel ingetrokken en omhoog gelift hebt, getrokken hebt, open je de ogen. Op een inademing neem je in een ruime cirkel je handen mee omhoog en kijk je tussen je handen door omhoog. Op een uitademing buig je voorover, til je de bekken op en dan stap je naar achter en dan kom je of naar de hoge plank of je brengt je knieën aan de mat. Trek je navel in en omhoog. Uitademend strek je heup omhoog, kom je naar de downward facing dog. Schud je hoofd even stapjes van links naar rechts, beweeg je knieën even heen en weer. Maak lang, strek uit. Uitademend kijk je naar je handen en kom je weer naar de hoge plank of breng je knieën naar de mat. Bekken laag, nek in het verlengde van je rug. Uitademend buig je armen, rol je over je tenen en kom je omhoog naar de upper dog.
via je knieën. Of in één beweging strek je jezelf helemaal uit in de downward facing dog. Voeten op heupbreedte, schouderbladen in je rug. Strek je zitbeentjes weg en beweeg je buik naar je bovenbenen. Maak lang. In met de zo. Uit met een hamklank. Trek daarbij goed je navel in en naar je ribbenkas. Uitademend kijk je naar je handen en dan stap je met je linkervoet eerst naar voren, rechtervoet erbij. Til je bovenlichaam schuin omhoog op. Eventueel je handen boven je knieën plaatsen en uitstrekken naar je kruin. Uitademend kijk je naar je enkels, buig licht je knieën, handen voor of zijwaarts mee omhoog. Plaats je handen tegen elkaar. Kijk via je duim omhoog, til je ribben, je borst, je kin op, buig achterover, Tadasana. Uitadem, buik voorover, handen naast je voeten, eventueel knieën buigen. Adem in, lift diagonaal op. Uitademend handen op de mat, stap naar achter, rechtervoet eerst, links erbij, hoge plank of knieën aan de mat. Buig je armen, rol over je tenen, kom naar de upper dog. Via je knieën of in één beweging, strek je helemaal uit. Schud je hoofd zachtjes van links naar rechts. Duw je schouderbladen in je rug. Strek je zitbeentjes weg. En duw je hielen omlaag. Adem in met een zo. En uit met een hamklank. Strek uit. Voel je lichaam, voel de adem. Uitademend kijk je naar je handen. Stap naar je handen. Til je bovenlichaam schuin omhoog op. Kijk naar je enkels. Eventueel knieën buigen. Handen voor of zijwaarts omhoog. Handen tegen elkaar. Til je ribben, je borst, je kin op, buig naar achter. Uitadem, lang naar voren, diep omlaag. Adem in, diagonaal op. Stap naar achter, hoge plank of knieën aan de mat. Buig je armen, rol over je tenen, upper dog. Uitademen, downward facing dog. Adem diep in. Uitademen, strek uit, maak lang, voel je lichaam, voel de adem, voel het verschil tussen daarnet en nu. In deze downward facing dog. Strek uit in de short form. Doen we 3 keer de eerste zonnegroet. En zo meteen 2 keer de tweede zonnegroet. Strek uit, maak lang. Heb je nog nooit de tweede zonnegroet gedaan? En je bent bekend met de eerste. Kan je ook nogmaals 2 maal de eerste doen. Of misschien wel 3 maal. Kijk even hoe je uitkomt. Uitademend kijk je naar je handen. Spring of stap naar je handen. Til je bovenlichaam schuin omhoog op. Kijk naar je enkels. Buig je knieën, handen voor of zijwaarts. Weer mee omhoog. Handen tegen elkaar. Til je ribben, je borst, je kin op. Gaan we naar de tweede zonnegroet. Buig je knieën. Breng je handen via de zijkant naar beneden. Naast je voeten op de mat. Adem in, benen lang. Lift diagonaal op. En uitademend spring of stap naar achter. Hoge plank. Lage plank. Inademend upper dog. Uitademend downward facing dog. Adem even diep in. Uitademend strek uit en zet je linkervoet schuin neer. Kom op de tenen van je linkervoet en stap met rechts naar voren. Voorste knie gebogen en neem je handen voor of zijwaarts mee omhoog. Til je ribben, je borst, je kin op, buig achterover. Uitademend lang naar voren, diep omlaag. Kom weer naar de hoge plank. Lage plank, inademend, upper dog. Uitademend, down dog. Adem diep in. Uitademend, strek uit, kijk naar je voeten. Rechtervoet schuin, linkervoet naar voren. Voorste knie gebogen, armen omhoog. Til je ribben, je borst, je kin op. Buig naar achter. Uitademend, lang naar voren, diep omlaag. Kom naar de hoge plank, lage plank, inademend, upper dog. Uit, downward facing dog. Adem diep in. Strek uit. Je duim, je wijs en je middelvinger krachtig tegen de mat duwen. Kijk of je je schouderbladen en je rug naar elkaar toe kan duwen. Strek je zitbeentjes goed omhoog weg. En duw je hielen omlaag. Je buik naar je bovenbenen. Uitademend kijk je naar je handen. Spring of stap naar je handen. Lift diagonaal op.
Kijk naar je enkels, buig je knieën. Kom naar de stoelpositie. Strek uit. Kijk tussen je handen door. En duw je onderrug naar achter. Je kan ook omlaag kijken. Inademend, maak lang. Til je ribben, je borst, je kin op. Buig naar achter. Uitadem, buig je knieën. Handen via de zijkant. Naast je voeten op de mat. Benen lang, lift diagonaal op. Spring of stap naar achter. Hoge plank. Lage plank. Upper dog. Uitadem, down dog. Linkervoet schuin. Rechts naar voren. Voorste knie gebogen, armen omhoog. Kom weer naar de hoge plank. Lage plank. Upper dog. Uitadem, down dog. Rechtervoet scheef. Links naar voren. Voorste knie gebogen, kom omhoog. Uitademen, kom je weer naar de hoge plank. Lage plank, adem in. Uitademen, down dog. Adem diep in. Strek uit, maak lang. Duw je buik richting je bovenbenen. Beweeg je knieën even heen en weer. Kijk weer of je de ujjayi adem toe kan passen. Zet even een raam open. Strek uit. Blijf ademen. In deze houding kom je weer even tot rust. In deze houding laat je weer even op. Uitademend kijk je naar je handen. Trek goed je navel in en spring of stap naar je handen. Til je bovenlichaam schuin omhoog op. Kijk naar je enkels, buig je knieën en neem je handen weer mee omhoog naar de stoelpositie. Op een inadem til je ribben, je borst, je kin op, buig achterover. En op een uitadem kijk je naar voren en breng je armen even langs je lichaam. Draai je handen open, zet je voeten op heupbreedte en dan voel je even na. Misschien ben je nog bezig om je eerste of tweede zonnegroet even af te maken. Misschien vind je het ook even fijn om een raam of een deur open te zetten. Of misschien even een jasje uit. Voel de warmte. Gaan we beginnen met de short form van de Ashtanga Yoga. Hij begint met staande tang. Op een inadem neem je armen mee omhoog. Til je ribben, je borst, je kin op, buig naar achter. En uitademend vanuit het bekken met een lange rug, buig je voorover. Plaats je wijsvinger en je middelvinger tussen je grote en je tweede teen. En je duim aan de binnenkant van je beide tenen, grote tenen. Adem in, lift diagonaal op. Til je kin op. En op een uitademing beweeg je je bovenlichaam naar je benen. Terwijl je ellebogen overdreven naar opzij weggestrekt houdt. Je kan altijd je knieën buigen. Maar probeer op iedere inademing je zitbeentjes op te tillen. En op iedere uitademing je bovenlichaam iets verder naar beneden te bewegen. Blijf doorademen. Blijf de bandas aanspannen. En uitadem buig je nog wat dieper omlaag. Laat je grote tenen los en op een inademing breng je handen voor of zijwaarts weer mee omhoog. Plaats je handen tegen elkaar. Uitademend kijk je naar voren. Ontspan je schouders. Ga naar de Trikonasana. Rechtervoet voor op de mat. Met je linkervoeten stap naar achter. Strek je armen uit. Kijk naar je voorste hand. Op een inademing volg je voorste hand omhoog. Buig naar achter. Uitadem lang naar voren. Diep omlaag. Als je nu weer met je wijs en je middelvinger je grote teen vast kan pakken, doe je dat. Anders plaats je je rug van je hand tegen de binnenkant van je rechterbeen. Linkerhand, strek je omhoog weg en kijk omhoog. Je onderste heup draai je onder je lichaam. En je bovenste heup draai je naar achteren weg. Trikonasana. Zorgt voor symmetrie. Zorgt ervoor dat je goed je maag streekt. Slank houdt, je taille behoudt. Zorg ervoor dat het vet op je maagstreek verdwijnt. Uitademend kijk je naar je voorste voet. Buig je voorste knie. En op een inademing kom je omhoog en buig je achterover. Gaan we gelijk door naar de volgende houding.
Normaal doe je nu aan de linkerkant de trikonasana, maar wij gaan even door voor de houding. Buig je voorste knie en in één beweging breng je je rechterhand of aan de binnenkant of aan de buitenkant van je rechtervoet. Strek je linkerhand weer omhoog weg. Kijk omhoog. Buitenhand, achterste voet stevig tegen de mat duwen. Linker schouderblad in je rug. Voel de strekking. Uitademend kijk je naar je voorste voet. Op een inademing kom je omhoog. Maak je voorste been lang. Draai je naar de andere kant. Rechtervoet naar binnen. Linkervoet naar buiten. Kijk naar je voorste hand. Inademend volg je hand omhoog. Buig naar achter. Uitademend lang naar voren, diep omlaag. Misschien kan je met je wijs en je middelvinger je grote teen vastpakken. En strek je rechterhand omhoog weg. Heb je schouderklachten of nekklachten? Dan kan je beter de Sinne Yoga doen. Deze is even bedoeld om even goed je lichaam in de actiemodus te zetten. Strek uit. Heb je wel last van je schouder en wil je graag deze les doen? Leg dan je hand op je onderrug, maar forceer niks. Je kan beter zonder klachten deze Ashtanga Yoga volgen. Uitademend kijk je naar je voorste voet en buig je voorste knie. En op een inademing kom je omhoog en buig je eerst even achterover. Op een uitademing lang naar voren, diep omlaag, hand. Linkerhand aan de binnenkant van je linkervoeten, van de buitenkant. Eventueel je elleboog op je knie. En kijk weer via je rechterhand omhoog. Je kan ook naar rechts opzij of eventueel naar je voorste voet kijken. Kijk even wat prettig voelt voor jou. Voel de strekking. Voel de adem. Uitademend kijk je weer naar je voorste voet. En op een inademing kom je omhoog. Maak je voorste been lang. En draai weer naar de voorkant van je mat. En dan stap je naar voren. En dan til je ribben, je borst en je kin even op. En buig je naar achter. Uitademend kijk je naar voren. En breng je armen langs je lichaam. Zet je voeten stevig op heupbreedte neer. Kijk naar voren. Strek je linkerhand naar links opzij weg. En til je rechterknie op. En pak je of je rechterknie, of weer met je wijsvinger en je middelvinger je grote teen vast. Maak eventueel je been lang. En dan breng je je been opzij. En dit kan je ook uiteraard met je gebogen knie doen. Stuitje laag, kruin omhoog. Til eventueel je knie of je been nog naar je toe. En dan breng je je been weer naar voren. En dan zet je je rechtervoet weer neer. Neem je armen mee omhoog. Til je ribben, je borst, je kin op. Buig naar achter. En op een uitademing kijk je naar voren. En ontspan je je schouders. Strek je rechterhand naar rechts opzij uit. Of schuin omhoog kan ook. Breng het gewicht op je rechtervoet. Til je linkerknie op. En pak je linkerknie vast. Het is ook al voldoende. En misschien gaat deze kant makkelijker. Dan pak je met je wijs en je middelvinger je grote teen vast. Strek je been naar voren en naar opzij weg. Stuit je laag. Kruin omhoog. Til je been eventueel nog iets hoger. En dan breng je je been naar voren. Buig je knie. En zet je je voeten weer neer. Neem je armen mee omhoog. Til je ribben, je borst, je kin op. Buig achterover. Uitademend kijk je naar voren. Ontspan je schouders. Zet je voeten op heupbreedte. En dan stap je met je linkervoet naar achter. Het bekken blijft in één lijn. En daar waar je tenen staan, daar zit je hiel neer. Of je blijft op je tenen staan. Voorste knie, enkel in één lijn. Handen omhoog. Kijk recht naar voren. Strek uit. Als je voet schuin staat, duw je de buitenrand van je achterste voet stevig tegen de mat. Helder houding 1. En als je zoals ik op je tenen staat, duw je hiel richting de mat. En vaak met deze houding de wassende maan genoemd. Als je achterste hiel al op de mat staat, laat je goed je voet staan. Anders zet je je linkerhiel goed op de mat en strek je armen uit. Kijk er echt naar voren. Duw je knie een klein beetje naar je kleine teen. En duw de buitenrand van je achterste voet stevig tegen de mat.
Stuitje laag, kruin omhoog. Helder, houding 2. Navel in en omhoog, ujjayi adem. Vorm de beenspieren. Maak het bekken soepel. Kijkend naar een punt op ooghoogte geeft mentale kracht. Neem je armen mee omhoog, draai naar de tenen van je achterste voet. Zet je achterste voet naast je voorste voet. En zet je rechtervoet naar achter. Daar waar je tenen komen te staan, zet je je hiel neer. Buig je voorste knie, strengel je vingers, behalve je wijsvingers in 1. En maak lang. Als je je achterste voet schuin neer kan zetten, doe je dat. Maar blijf het bekken naar voren duwen. En anders kom je in een variatie, de wassende maan, rustend op je tenen. Goed je adem. In met de zo, uit met een ha of een hamklank. Zet je achterste hiel neer. Strek je armen uit. Linkerhand naar voren, rechts naar achter. Buig even je twee je voorste knie. En op een inademing maak je been weer lang. En dan buig je knie en breng je knie een klein beetje naar je kleine teen. Kijk recht naar voren. Doelgericht en krachtig. Naar een punt op ooghoogte. Goed je adem. Helder houding 2. Helder houding 1. Met de armen omhoog en je bovenlichaam naar voren. Opent het borstgebied. En deze houding, helder houding 2. Breng balans. Neem je armen mee omhoog. Draai naar de tenen van je achterste voet. En stap naar voren. Til je ribben, je borst, je kin op. Buig achterover. Uitademt lang naar voren, diep omlaag. Gaan we naar de zittende houdingen. Adem in, lift diagonaal op. En op een uitademing spring of stap je naar achter. Hoge plank, lage plank. Upper dog, uitademend, downward facing dog. Dat noemen we een vinyasa, lijkt op de zonnegroet. Vinyasa zorgt er verder voor dat je van een staande houding naar een zittende houding komt. Kom op je tenen, buig je knieën en dan spring je tussen je handen door. En kom je naar de stafhouding. Til je zitbeentjes op. Strek goed je hielen weg. Neem op een inademing je armen even mee omhoog. Maak lang. En op een uitademing plaats je handen naast de bekken. Trek je tenen naar je toe. Rol je schouderbladen in je rug. Kijk naar je tenen. Stafpositie. Goed je adem. Vanuit deze houding gaan we naar de zittende tang. Op een inademing neem je armen mee omhoog. Kijk omhoog. Buig naar achter en til even je knieën iets op. En op een uitademing buig je voorover en breng je wijs en je middelvinger eventueel tussen je grote tenen, duimen aan de binnenkant. Of eigenlijk buitenkant. Op een inademing til je kin op. Til even je zitbeentjes om op naar achteren bewegen. En buig vanuit het bekken voorover. Ontspan. Kijk ook of je nu je ellebogen overdreven op kan tillen, zodat er ruimte blijft in het borstgebied voor de ademhaling. Adem rustig in en uit. Gezicht zacht. Uitademen, buig je nog wat dieper omlaag. En op een inademing kom je weer omhoog. Neem je armen mee omhoog. Dan breng je handen naar je linkerknie en til je linkerknie op. En breng je binnen aan de binnenkant van je rechterdijbeen. Neem je armen mee omhoog. Til je ribben, je borst, je kin op. Buig naar achter. En uitademt lang naar voren, diep omlaag. Plaats je handen weer op je voet. Of langs je been op de mat. Of pak je voet zo vast. Je kan inademen. Je kin nog even iets optillen. Uitstrekken, lang maken. En op een uitademing trek je jezelf naar voren en omlaag. Hoofd-kniehouding. Uitademen, buig je nog wat dieper. Omlaag. En op een inademing kom je omhoog. Neem je armen mee omhoog. Je kan een vinyasa doen. Breng je armen naar achter. Handen op de mat. En strek je linkerbeen
naar voren uit. Buig je rechterknie, rechtervoet tegen de binnenkant van je linker dijbeen. Neem je armen omhoog, strek uit, til je ribben, je borst, je kin op. En uitadem lang naar voren, diep omlaag. Pak je grote teen, je voetzool vast of je handen langs je been of op je been. Ontspan je linkerlies. Voel de strekking vanuit je stuitje tot aan de kruin. En als je gewend bent om 's avonds deze power yoga te doen, ashtanga yoga, en het is nu 's ochtends of overdag, ben je vaak wat strammer. Kijk of je daar niet aan kan storen. Blijf rustig in- en uitademen. Uitademen, buig je nog wat dieper omlaag. En op een inademing kom je weer omhoog. Je kan vinyasa doen. En anders plaats je handen naast het bekken. En strek je je rechterbeen langs je linkerbeen. Schud je been los. Dan buig je je linkerknie. Handbreedte verschil. Rechterarm rondom je linkerknie. En zwaai je linkerarm over je hoofd naar achter. Strek uit naar de kruin. Kijk naar links opzij. Of draai je hoofd naar links achter. Strek uit naar de kruin. Strek je rechterhiel weg. Voel je lichaam. Voel de adem. Kijk of je de ujjayi adem toe kan passen. In met een zo. Uit met een handklank. Inadem. Draai nog iets verder naar achter. Op een uitadem draai je naar voren. We blijven even in deze houding. Neem je arm mee omhoog. Uitadem, buig je vanuit de bekken voorover. Pak je je voet vast. Of je zwaait je linkerarm rondom je linkerbeen. En breng je rechterhand naar je linkerhand. Kijk omlaag. Je kan ook met een sok tussen je handen contact maken. En anders laat je je vingers naar elkaar toe wijzen. Uitadem, trek je navel in. Op een inademing neem je armen weer mee omhoog. Strek je linkerbeen. Laat je handen naar beneden komen. Til je rechterknie op. Linkerarm rondom rechterknie. En zwaai je rechterarm in een cirkelende beweging naar achter. Strek uit naar de kruin. Kijk naar rechts opzij. Of draai je hoofd naar rechts achter. Moet je adem. Schouders laag. Laat je lichaam dragen. En maak je gezicht zacht. Op een inademing draai je nog iets verder in de houding. Op een uitademing draai je weer terug naar voren. Neem je armen mee omhoog. Blijf in de houding. En uitademing buig je voorover. Pak je voet vast. Kijk naar je linkerknie. Of zwaai je rechterarm rondom je rechterbeen. En breng je linkerhand richting je rechterhand. Buig voorover. Ja, nee, strekking. De vorige ging, maar deze gaat niet. Nou, je. Soms ga je niet echt je vingers voelen. Ja, ik voel het. Buig nog wat verder. Voorover. De ene kant kan inderdaad veel anders voelen dan de andere kant. Deze gaat bij mij heel makkelijk. En op een inademing kom je weer omhoog. Neem je armen mee. Strek je rechterbeen naar voren. En til je ribben, je borst, je kin op, buig even naar achter. En op een uitademing, dan strek je of je handen naar voren uit, of je plaatst je handen achter je en dan til je je benen op. Benen gebogen, je kan de achterkant van je benen vastpakken en je kan ook je handen achter je plaatsen. Of benen en armen dan. En op een uitademing leg je je benen weer neer. Plaats je handen naast het bekken. En dan gaan we naar de... Ik ga even zo liggen. Misschien kan je ook zo gaan liggen. Gaan we naar de boot. Sorry, de brug. Dan rol je naar de liggende houding. Je kan het vinyasa doen. Zet je voeten achter het bekken. Op heupbreedte. Duw je onderrug richting of tegen de mat. En op een inademing til je het bekken omhoog. En kom je naar de brughouding. Je kan eventueel op je voeten naar achteren lopen, zodat je op je tenen komt te staan. Kijk even wat haalbaar is voor jou. Strek uit. Vooral je ribbenkastgebied til je op.
Op een inademing til je het bekken nog iets hoger. En op een uitademing rol je van boven naar beneden, wervel voor wervel, je rug weer terug naar de mat. Breng even je knieën boven je buik en til je hoofd omhoog. Even een tussenhouding, een contrahouding. Staat niet in het boek, maar is wel even fijn voor de rug. En voor de volgende houding. Op een uitademing leg je achterhoofd neer en zet je je voeten neer. Plaats dan je handen bij je oren, maar je vingers wijzen naar je schouders. Halve wiel. Dan til je het bekken op en dan kom je even nog eerst op de kruin van je hoofd. En vanuit daar strek je jezelf uit. Voorzichtig. Blijf doorademen. En dan rol je weer naar je rug. Eerst op je hoofd, naar je achterhoofd en dan rol je af. Dat doen we niet zo vaak. Misschien heel op eerst dan. Wel heel goed om te doen. Knieën boven je buik, til je hoofd omhoog en maak jezelf klein en rond. Waarom doe ik dit niet vaker? Ja. Ga ik even spieken hoor. Oh, we moeten weer naar de zittende tang. Ja, we moeten natuurlijk even die assen doen. Nou, dat doen we niet. Als je de zittende tang wilt doen, doe je die lekker en anders ga je gelijk mee naar de kaars. We gaan geen vyasa doen, dan komen we niet uit met de tijd. Op een uitademing laat je je benen halverwege de mat naar beneden zwaaien. En op een inademing strek je je benen omhoog weg. Plaats je je handen tegen je rug en strek uit. Kijk of je je benen vanuit het bekken omhoog weg kan strekken. Goed je adem. Laat je hoofd en je nek dragen. Geen spanning in de nek. Op een uitademing laat je je voeten achter je hoofd naar de mat komen. Pak eventueel je voeten vast. Zelf vind ik dat fijn, dat vindt niet iedereen fijn. En dan gaan we nu gelijk door naar de vis. Leg je handen neer, rol met je rug naar de mat. Breng je ellebogen naar de mat. En buig je hoofd achterover. Je kan je voeten optillen. Je kan je handen onder het bekken vandaan halen en van je weg strekken. Kijk even wat haalbaar is voor jou. Schouderbladen in je rug. Open het borstgebied. Adem rustig in en uit. Op een inademing til je hoofd omhoog, leg je achterhoofd weer neer, neem je benen mee omhoog. Buig je knieën en maak jezelf even klein en rond. Leg je achterhoofd neer, kruis je enkels, pak je voeten vast en rol tot zit. En dan kom je zitten in een houding waarin je prettig zit. Handen op je benen. Sluit je ogen. Stuit je laag. Kruin omhoog. En dan breng je de adem weer naar je buik. Gezicht zacht en ontspannen. Keel en hals ontspannen. Even de ujjayi adem laten voor wat die is. Even je buik, je rug en de bekkenbodemspieren weer ontspannen. En uitademend open je de ogen. En dan gaan we ontspannen. Ga lekker liggen. Je kan blijven zitten. Korte ontspanning. Kijk even. Wat fijn voor je voelt. Bij je past om te gaan liggen. Zorg ervoor dat je niet afkoelt door je dekentje. Helemaal als je gezweet hebt en je hebt een raam of iets dergelijks openstaan. Dan je rol is een beetje te warm. Kussentje. Alles uitgaat.
Oké, sluit je ogen. En dan laat je je lichaam dragen. Bekken, benen, voeten als je zit. Hele achterzijde van je lichaam als je ligt. Als op je buik rust. Laat je de hele voorzijde dragen. En als je op je zij ligt, de hele zijkant waarop je rust. Breng de adem naar je buik. Richting het bekken. En geef je over aan de ontspanning. Laat op iedere uitademing de ontspanning steeds wat meer toe. Adem weer rustig, maar diep in.
En als je het fijn vindt om nog wat langer te blijven liggen, kan dat natuurlijk altijd. Kijk weer wat prettig voelt voor jou. Ook bij een short form Ashtanga yoga wordt een iets kortere ontspanning. Dus maak rustig die bewegingen die prettig voelen voor jou. Je tenen, voeten, enkels, benen, vingers, handen, polsen, armen. Misschien vind je het fijn om je handen even in één te wrijven. Met je handen over je gezicht, je hoofd, je nek, schouders of je bovenarmen. Je kan jezelf uitstrekken, lang maken. Of juist even je knieën boven je buik brengen en jezelf zachtjes heen en weer liggen. Kijk even wat prettig voelt voor jou. En als je er aan toe bent, dan kom je rustig weer. Tot ziens. Dan neem je armen mee omhoog. Strek jezelf even helemaal uit. Handen tegen elkaar, handen naar het hartgebied. Namaste! Bedankt voor deze les. Voor het volgen van deze les. Volgens mij, hij was 30 minuten. Volgens mij zit ik op 40 of 45 minuten. Nou, lekker. Voelt lekker. Tot de volgende!